De staatsoliemaatschappij betreurt het incident van gisteren met de olietanker op de Suriname rivier. De tanker Tradewind Legend is op drift geraakt en heeft daarbij een aantal vissersboten en de kade geramd. Het incident vond rond 1 uur plaats. De olietanker is door staatsolie geleased en was onderweg naar de haven te Tutlivo om olie voor de export op te halen. Staatsolie zegt in een persbericht dat de tanker ter hoogte van Nieuw-Amsterdam door nog onduidelijke reden op drift sloeg. De visser Sanjay Baldeo, die het gebeuren heeft meegemaakt, vertelt wat zich daar heeft voorgedaan. Baldeo geeft verder aan dat de vissers de zaak hebben overgedragen aan het visserscollectief dat verder hun belangen behartigt. Hij zegt dat enkele motoren van de vissersboten helemaal niet te vinden zijn, terwijl enkele volledig kapot zijn. Volgens de vissers hebben de ministers van Justitie en Politie en Defensie zich vanmorgen ter plekke georiënteerd. Ze hebben de vissers enkele voedselpakketten geschonken. Baldeo is daar blij om, maar voor hem is belangrijk dat de schade die zij hebben geleden vergoed wordt. Een BV-boto, ik had een BV-boto, een nieuw boto, dat bijna ongeveer 15.000. Een nieuw one, ja, is dat ding. En een machine, dat bijna 25.000. Dat je op de tratra zijn ze in een boto toe. Dus als ik had, dan heb ik een balans aan je, gemiddeld. In totaal 12 machines verkoop. Sap broko uit, sap goe, maar toen nog de fini. Toen dat. Ze was kennis aan mij, misa misier, want die amma bij bonk angra, maar dat is ja, die amma rewards bakas, al kun je angra haar, die trabot ook weer. Sa a kisi, a haar ja weer. Die amma go haar, a haar angra, we shide boto iedere keer. Maar uno no, maar doe next. Dus het is wat awat, hij loopt eraan. Baldeo heeft begrepen dat de olietanker door medewerkers van de Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, zelf bestuurd werd. Staatsolie deelt in haar persbericht mee dat volgens de internationale en nationale scheepvaartregels de MAS het schip heeft bevolen ten anker te gaan tot ze de schade heeft opgenomen en de oorzaak van het incident heeft vastgesteld. Het bedrijf zegt tenslotte dit ongeval te betreuren en dat ze erop zal toezien dat de benadeelden worden vergoed voor de geleden schade.